Hoi, in deze video ga ik snoepjes uitproberen uit de jaren 60. En ik heb er echt super veel zin in. Dus als jij er ook zin in hebt, geef deze video dan alvast even een duimpje omhoog. Blijf lekker kijken en laten we beginnen. Hier heb ik een doos vol met snoepjes uit de jaren 60. En zoals je kunt zien heeft het echt de typische jaren 60 graphics erop. Zoals bloemetjes, dus flower power. En ook een peace teken. En het zit vol met allerlei verschillende soorten snoepjes waarvan ik nog nooit eerder heb gehoord. Dus ik ben hier echt super benieuwd naar. Maar voordat ik ga beginnen aan de snoepjes, denk ik dat ik toch wel een beetje in de jaren 60 vibe moet gaan komen. Dus 3, 2, 1... Wow, kijk naar wat ik aan heb. Oh my god, jongens. Dit is zo gaaf en heerlijk kleurrijk. Ik zou willen dat ik in de jaren 60 was geboren. Maar ja, dat ben ik niet. Dus dan kan ik alsnog deze superleuke outfit dragen natuurlijk. Wow, groovy. Oké, laten we dan nu beginnen met de snoepjes. Yay! Het eerste snoepje wordt... Red Hot! Ik heb geen idee wat dit nou precies is, maar het is 25 cent. Volgens de verpakking dan. Oh god. Oké, er staat kaneel op, dus het heeft kaneelsmaak. Maar ik ben ook heel erg bang dat het heel pittig zal zijn. Maar we gaan het zien. Het ruikt niet zo heel erg sterk naar kaneel. Wow, ze zijn echt mini, mini klein. Ze lijken een beetje op Skittles. Ik vind ze wel heel erg schattig. Ze zijn allemaal heel fel roodkleurig. Laat ik er gewoon een aantal proberen. Ik ben heel benieuwd. Wow, dat is zoveel harder dan ik had verwacht. Oké. Zo. Oké. Begin een beetje heet te worden. Plakt aan mijn tanden. Ik ben hier geen fan van, jongens. Oh, boh. Het volgende snoepje is... Nickel Nip. Wow. Oh, deze heb ik wel een keertje eerder uitgeprobeerd in een video. Maar ik kan me dus niet meer herinneren of ik het nou lekker of niet lekker vond. Ik weet wel dat het een flesje is gemaakt van was. En daarin zit een drankje. En dat kun je dus opdrinken. En volgens mij kun je het was ook eten. Ik weet het niet helemaal meer. Maar ik ga het dus gewoon nog een keertje uitproberen. Woehoehoe. Zo ziet het eruit. Echt super gaaf. En laten we gewoon de middelste gaan uitproberen. Of nee. Nee, ik wil de blauwe. Oh, het doet me heel erg denken aan kaarsen. Dat is niet zo fijn. Ik ga zo meteen op een kaars bijten, jongens. Eeuw. Ik moet dit dopje er gewoon van afbijten. Wow, ik weet niet of je het kunt zien. Maar er zit dus echt gewoon vocht in. Ik ga het nu opdrinken. Wow, oké, dat was echt in één keer heel erg veel. Het smaakt wel lekker. Het is niet eens zo heel erg zoet, maar dat vind ik juist er lekkerder aan. Dat het niet echt zo'n, je krijgt er jeuk van in je keel, zoet is. En als het goed is, kun je dit dus gewoon ook opeten. Oh. Oké, door naar de volgende. Dan hebben we nu... Een lolly. Wat is dit? Sugar daddy. Woehoehoe. Een karamel lolly volgens mij. Wat staat erop? Melk karamel lolly. Karamel en melk. Wie verzint dat? Dat is zo'n rare combinatie. Wow. Het ruikt echt heel erg sterk naar karamel. Zo ziet het eruit. Het is gewoon één grote reep karamel. En voor degenen die mij een beetje kennen. Ik ben niet zo heel erg dol op karamel. Ik vind het niet heel erg vies. Maar soms ook niet heel erg lekker. Oké, laten we hier gewoon een hapje van nemen. Oh my god. Oh, dat plakt. Oh mijn god, dat vind ik niet lekker. Het plakt op mijn tanden. Wat voor snoepje is dit? Dit is echt vreselijk. Godverdamme. Dan is het nu tijd voor... Gilliam Stick Candy. Woehoe! Het is dus eigenlijk een soort van zuurstok. Alleen niet zuur. Ik denk dat die zoet gaat zijn. En ik denk ook dat die zal smaken naar drop. Woehoe! Ja, het ruikt naar drop. En het ruikt ook naar een Chinese toko. Ik ga er gewoon een hapje van nemen. Of, nou ja, hapje. Wow! Dit smaakt lekker! Oké, ja. Dit is heel erg lekker. Wauw, 2 groovy duimpjes omhoog. Man. Dan hebben we hier een snoepketting. Zo ziet hij eruit. Dit is dan de voorkant. Maar in de achterkant kun je een beetje de ketting zien. De kraaltjes lijken iets dikker dan dat ik gewend ben. Maar ja, misschien is de smaak wel helemaal hetzelfde. Misschien ook wel totaal anders.
Wow! Dit ruikt heel anders dan de snoepkettingen die ik gewend ben. Nou ja, zo ziet hij eruit. Oeh, smiley. Maar op zich is het wel heel erg gaaf met dat elastiekje eroverheen. Oh, deze dingen zijn zo heerlijk om mee te spelen. I love it! Nou, het is natuurlijk een snoepketting. Dus ik moet er wel om gaan doen als een snoepketting. Bijna. Yeah. Jee, ik heb hem. Hij zit om mijn nek. Oeh, groovy. En dan ga ik er nu een hapje van nemen. Wow. Oh, dat is lastig. We vliegen alle kanten op. Wow. Ze smaken echt heel erg anders dan dat ik gewend ben. Maar, oh, lekker. Het volgende snoepje is... Wow, wat is dat? Oh mijn god, wat een heftige kleur. Volgens mij moet dit een sigaar voorstellen. Het heet L Bubble Bubblegum. Ik hou van deze kleur. Dit is zo gaaf. Het is een beetje groen-blauwig-achtig. Maar hoe gaat dit smaken? Ik heb echt geen idee wat ik hier nou precies van moet verwachten. Nou, dit moet dus een... Ik hou niet zo heel erg van deze structuur aan mijn handen. Oh my god. Maar goed, dit moet dus een sigaar voorstellen. Jongens, roken is gewoon absoluut niet cool en niet tof. Wow. Smaakt heel erg sterk naar rubber, jongens. Oh mijn god. Oh, gatsidari. Oké, dus roken is vies, maar deze snoepsigaar is ook mega vies. Hier heb ik... Wow, dit zijn... Dat Fun Spot. Oh, super schattig. Dit zijn dus gewoon hele kleine... Ja, ze lijken eigenlijk een beetje op vingerhoedjes. Maar dan allerlei verschillende soorten kleuren. En in snoepvorm. Het ziet er wel echt mega, mega, mega lekker uit. Dus ik ben super benieuwd naar hoe dit gaat smaken. Ze zijn zo leuk. Wacht, ik haal het even... Even uit. Nou zeg. Zo ziet ze er dus uit. Wee, echt heel erg leuk. Ze ruiken naar bloemetjes. Wow. Oké, veel zachter dan ik had verwacht. Oh my god. Oké, te veel. Wow. Ik hou er niet van dat ze zo enorm plakkerig zijn. Het blijft overal aan vastplakken. De smaak vind ik wel echt heel erg lekker. Niet al te zoet. Van mij krijgt hij dan een half duimpje. Hier heb ik... Necco. Necco wafeltjes. Volgens mij heb ik dit wel eens een keertje eerder gehad. Maar dan in chocoladesmaak. Ik zie hier doorheen allemaal verschillende soorten kleurtjes. Dus ik heb geen idee hoe deze zullen smaken. En eerlijk gezegd kan ik me ook niet meer herinneren hoe die andere smaakte. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zo ziet één zo'n wafeltje eruit. Het is wel heel erg schattig. Ze hebben allemaal van die pastelkleurtjes. Maar dit ruikt ook een beetje bloemig. Oké, apart. Ik ga er een hapje van nemen. Here we go. Ha. Wow. Oh. Het smaakt naar medicijn of zo. God, wat is dit? Dit is echt het goorste wat ik ooit gegeten heb, jongens. Ik heb het zeker wel een keertje eerder geproefd. Ik kan niet plaatsen, dus ik wil door blijven eten. Maar ik vind het ook zo ontzettend goor. Nou jongens, ik denk dat het wel overduidelijk is wat ik hier nou van vind. Meer een beetje een martelmachine, zeg. Als laatste heb ik... Wax lips. Dit is echt heel erg grappig. Oh my god. Het zijn dus gewoon Kylie Jenner lips. Woehoe. Ik heb ook geen idee of je dit kunt eten en of het lekker is. We gaan het gewoon uitzoeken. Nou, deze lippen zien er natuurlijk hartstikke gaaf uit. Maar ik wil kijken of je deze op kunt eten en of ze lekker zijn. Daar gaan we. Het smaakt een beetje naar kauwgom eigenlijk. Als je deze video leuk vond, geef hem dan zeker eventjes een duimpje omhoog.
En ik denk dat grote lippen mij niet zo goed staan. Ik ben eigenlijk hartstikke blij met hoe ik ben. Dus de vraag van vandaag is, wat is één ding dat jij het allerleukste vindt aan jezelf? Wees lekker positief en laat het me weten in de reacties onder deze video. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie antwoorden. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!